Ik ben Thijs en in deze video vertel ik je alles over het vervangen van je distributieriem, de multiriem en de accu. En onderin de video spring je eenvoudig naar de voor jou meest relevante onderdelen. Dit is de distributieriem. Je vindt hem onder de zwarte kappen. Haal je dit weg, dan zit de distributieriem aan de zijkant. Nou, hoe ziet een motor er los uit? Zo dus. En hier zit dus de distributieriem, die continu van de krukas naar de nokkenas loopt. De motor dient daarbij als een soort luchtpomp. Zo bewegen de zuigers en de kleppen op en neer voor schone lucht. En deze zijn precies op elkaar afgestemd, zodat ze altijd synchroon met elkaar bewegen. En daarvoor is dus de distributieriem nodig. Wat een getande riem is, die daardoor niet kan wegslippen. En als die wegslipt, dan klopt de timing van de zuigers niet meer ten opzichte van de kleppen, waardoor de onderdelen elkaar aanraken en dit grote gevolgen heeft. Het is dus moeilijk bereikbaar, waardoor dit het lastig maakt om zelf de riem te vervangen. Bovendien kan je motor ernstige schade oplopen als je dit verkeerd monteert. Nou, wanneer die distributieriem moet worden vervangen, is afhankelijk van het type motor dat je hebt. En in je online instructieboekje vind je terug naar hoeveel kilometer dit dient te gebeuren. Tijdens een onderhoudsbeurt kan je distributieriem worden gecontroleerd op slijtage. Een distributieriem die aan vervanging toe is, die ziet er zo uit. En je ziet duidelijk dat de riem versleten is en dat er scheurtjes in zitten. De kosten van je distributieriem kunnen uiteenlopen en is afhankelijk van het type auto dat je hebt. Als je je distributieriem moet vervangen, vervangt de servicemonteur in de meeste gevallen niet alleen de distributieriem, maar ook de bijbehorende onderdelen als de spanner, spanrollen, de geleiderrollen en indien nodig ook de waterpomp. Het vervangen is dus niet in een handomdraai gedaan en er komt veel bij kijken. Daarom kun je dit het best overlaten aan een Volkswagen dealer, want die kent jouw Volkswagen het best. De multiriem heeft als functie om verschillende componenten in de motor aan te drijven, zoals de dynamo, stuurbekrachtiging, airco-pomp en soms ook de waterpomp. Nou, je vindt de multiriem naast de distributieriem. Binnen de motorruimte is deze niet afgeschermd met kleppen. Het is wat dat betreft ook iets makkelijker te vinden ten opzichte van de distributieriem. En die multiriem die is constant in beweging en is gevoelig voor slijtage. Als hij te slap wordt, dan heeft hij te weinig kracht om de dynamo, waterpomp, stuurbekrachtiging en de airco aan te drijven. Een multiriem die aan vervanging toe is, die ziet er zo uit. Je ziet duidelijk dat de multiriem uitgedroogd is en nodig vervangen moet worden. Het vervangen vereist veel precisie. Er is een specifieke volgorde voor het aanbrengen, de afstelling en de loopstructuur. En daarnaast heb je speciaal gereedschap nodig. Ik adviseer je om dit uit te laten voeren door je Volkswagen dealer, waarbij er vooraf altijd een prijsindicatie wordt gegeven en je niet met onverwachte hoge kosten kampt. Maar liefst 35% van alle autopechgevallen wordt veroorzaakt door een defecte accu. Hij dient als batterij voor je auto en zorgt ervoor dat je auto opstart, doordat de accu de energie levert aan het startsysteem. Ook zorgt hij ervoor dat alle andere elektrische systemen, zoals je toegang- en alarmsystemen, werken. Daarnaast is een moderne auto voorzien van de nieuwste accessoires die stroom vereisen via de accu. Denk aan stoelverwarming, navigatie en audio. Reden genoeg om je accu eens in de zoveel tijd te controleren en indien nodig te laten vervangen door je Volkswagen dealer. Nou, gemiddeld gaat een accu 6 jaar mee, afhankelijk van het gebruik en de leeftijd van je auto, de weersomstandigheden en de elektronische functies. Op basis van deze factoren kan het zijn dat je accu eerder vervangen moet worden. Dit merk je bijvoorbeeld als het opstarten moeizaam gaat of als elektronische functies minder goed gaan werken, zoals je verlichting, airco of ruitenwissers. Zelf een nieuwe accu aanschaffen kost gemiddeld tussen de 50 en de 250 euro. Maar het is geheel afhankelijk van het type auto dat je hebt. Als je de accu laat vervangen, dan liggen de kosten tussen de 150 en de 350 euro. Je betaalt dan niet alleen voor een nieuwe accu, maar ook voor het doormeten van de accu en de montage ervan. De servicemonteur past de accu ook meteen aan het elektronische systeem, zodat het weer optimaal werkt. En daarbij krijg je, als je naar de Volkswagen dealer gaat, 4 jaar reparatiegarantie, dag en nacht gratis pechhulp, is er altijd vervangend vervoer beschikbaar en worden er altijd originele onderdelen gebruikt. Ik heb je nu alles verteld over de distributie en de multiriem en je accu van je auto. In een andere video vertel ik je alles over je auto seizoensklaarmaken. Wil je daar meer over weten? Klik dan hierboven op het i'tje. Bedankt voor het kijken.